Hallo iedereen, welkom, maar Christel. Ik ben blij dat je er terug bij bent. We gaan starten met even te kijken naar de energie voor de komende week, van 27 juli tot en met 2 augustus. Laten we even beginnen met het stil te maken binnen onszelf, om onszelf te openen. Onszelf te centreren, om contact te kunnen maken met datgene wat mag doorkomen op dit moment voor een ieder van ons en ons misschien richting heeft, antwoord of iets laat begrijpen van een bepaalde situatie waarmee we op dit moment mee te maken hebben. Laten we onszelf gezamenlijk afstemmen en ons richten tot het universum, tot onze engelen, tot onze gidsen, tot het goddelijke in alles en overal aanwezig. En even zien wat er als centrale boodschap, de eerste kaart is er al, en voor maandag is deze Roka en voor woensdag en donderdag is er ook al. En laten we nog één pin wachten op een kaart naar vrijdag, zaterdag en zondag toe. En daar is die ook. Samen even met jullie zien. We beginnen met de centrale boodschap voor de komende tijd, voor de komende week. Hou er rekening mee, energie is niet tijdsgebonden. Het stroomt. Maar het kan kenmerkend zijn voor een bepaald moment. En thans wordt er ons een periode van vrede toegezegd. Het is aartsengel Gamuel. Met de boodschap: vrede ontstaat pas dan als je inziet dat alleen liefde echt is. Het is een uitnodiging voor ons allen om naar onze kern te gaan, om innerlijke rust en vrede te ervaren binnen onszelf. Wanneer we ons goed voelen, rust en vrede ervaren, dan merken we ook vaak dat we heel anders situaties benaderen, heel anders naar mensen en omstandigheden kijken. Wanneer we vrede ervaren, dan worden we niet zo vlug ontwricht, worden we niet zo vlug geprikkeld, gemurig en hebben we het vaak ook minder moeilijk om dingen die op ons pad komen toe te laten, onder de loep te nemen, te bekijken wat ze voor onszelf kunnen betekenen. We worden dus als het ware uitgenodigd om binnen in onszelf en met onze leefwereld om ons heen, om er rust en vrede te zien. En er komt thans bij me binnen, het is belangrijk dat we ondanks de chaos die we om ons heen vaststellen, en misschien zelfs de chaotische momenten bij onszelf door omstandigheden, dat we daar, midden in het chaotische die ons overkomt, toch vrede kunnen ervaren,
schoonheid, harmonie, rust, rust vanuit een zekere kalmte kunnen beleven en ervaren. De tweede kaart voor maandag en dinsdag spreekt over leiderschap. Het is aartsengel Gabriël. En de boodschap van deze kaart is: de tijd is voor je gekomen dat je via je innerlijke kracht de positie van leiderschap op je neemt en dat je andere mensen liefdevol gaat begeleiden. Excuseer. Wat ik heel sterk voel is dat we geroepen worden om vanuit een vredige toestand onszelf, situaties en mensen op ons levenspad nabij kunnen zijn. Dat we dan ook vaak iets kunnen betekenen, dat we rust kunnen brengen, ook bij anderen. Dat we vanuit de kracht van liefde die we ervaren, schoonheid kunnen wekken. Misschien ook een uitnodiging kunnen zijn om het leven op een andere manier te benaderen of om het leven anders te gaan zien. We kunnen ook heel sterk geroepen worden om goddelijke leiding of de leiding van het universum, hoe je het ook voor jezelf wilt benoemen, kunnen gaan ontdekken in ons leven. En hoe we meer en meer mogen ervaren dat dit eigenlijk voor onszelf rust en vrede weet voor te brengen. Je afstemmen op het goddelijke, op wat jouw bestemming, jouw doel lijkt te zijn. Het goddelijke kun je ook benoemen als je afstemmen op liefde. Het goddelijke is immers liefde. Het goddelijke kan leiding zijn, goddelijke kan creativiteit zijn, kan schoonheid zijn, kan harmonie zijn, kan zoveel zaken zijn. In elk geval worden we geroepen om krachtig in het leven te gaan staan. Ik zou bijna durven zeggen met een bepaalde overtuiging, vanuit een groeiend bewustzijn met een doel. Wat is ons doel? Waarin willen we voorgaan? Wat wensen we te creëren? Wat willen we vormgeven in ons leven? Precies vanuit het zelf gaan voorleven, beleven, kunnen we iets betekenen voor anderen. Kunnen we een bron van inspiratie zijn? Kunnen we ons ook terugvinden met mensen die hetzelfde voelen, die hetzelfde ervaren en die ook bij henzelf dit gevoel ervaren om dit vorm te gaan geven? Leiderschap, je zou het ook kunnen vertalen als: het begint bij jezelf. Je eigen leven in handen nemen. Spreken tegen jezelf. Kom op. Sta op. We gaan voor dit bepaald doel. Dit voel ik leven bij mezelf en daarvoor ga ik. Het is als het ware je eigen leven in handen nemen en het leiden, begeleiden in een bepaalde richting. Het hoeft niet altijd heel bewust vanuit leiderschap te gebeuren. Het kan heel bewust vanuit de krachtige beweging dat jij gelooft in iets, staat voor iets, iets wil bereiken. De tweede kaart voor deze week, voor woensdag en donderdag, is de kaart van aartsengel Haniël met de boodschap hartstocht.
Vertrouw en volg je hernieuwde hartstocht in je liefdesleven en je carrière. Vernieuwing, verandering. We zitten momenteel in een hevige omwenteling, waar iedereen van ons niet echt weet waar deze omwenteling ons zal brengen. Er gebeuren heel wat veranderingen, wat een soort van souplesse en flexibiliteit en veerkracht van onszelf vraagt. Als ook vrede, rust. Want precies vanuit rust en vrede kunnen we de dingen in een juist perspectief gaan zien. Denk maar aan wat Boeddha voorhoudt, het boeddhisme. Het juist handelen, het juist spreken, het juist zien en noem maar op. Dingen in een juist perspectief zien, vanuit een ruimere blik. In contact komen met ons eigen hart. Ons hart, onze liefde laten spreken in wat er om ons heen gebeurt, om er een weg te banen. Ook om te zoeken naar ons eigen evenwicht, te midden van de vele veranderingen waarmee iedereen van ons te kampen heeft op dit moment. Wat ons onzeker maakt, wat ons angstig maakt, datgene wat veroorzaakt dat we niet echt weten waar dit alles heen leidt, zou je kunnen zeggen van: het brengt vernieuwing mee. En wanneer we vanuit het perspectief van vernieuwende veranderingen kijken en durven geloven dat alles wat thans voorvalt ons een duwtje geeft, een wenk om de richting te vinden die ons gelukkig maakt, dan denk ik dat we meer rust zullen vinden doorheen deze stroming die zich bij ons allen aanbiedt, waar niemand momenteel aan ontsnapt en waar we bewust kijken naar hoe kunnen wij hierin onze weg vinden. Wat zegt mijn hart? Wat vertelt mijn ziel? En hoe kan ik hier bezieling, rust, vrede voor mezelf in teweeg brengen? En op onze vraag hoe we dit kunnen doen, krijgen we als het ware een prachtig antwoord van het universum. Jeremiël komt naar voren. De aartsengel, die vaak genoemd wordt de cinema-engel. De engel die ons vaak ook meeneemt om de balans van ons eigen leven op te maken. Om even stil te staan bij ons leven. Te reflecteren. Te kijken waar we nu op dit moment staan. De weg bekijkend ook, die we hebben afgelegd om op het huidige moment te komen. Alsook bereidt Jeremiël ons voor door ook al te denken aan: en de toekomst. Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat wensen wij? Wat willen wij? Als ik zou wensen, als ik droom, wat zie ik? Wat voel ik? Deze hartstocht, deze bezieling, laat ons voelen waarheen de weg gaat. En als we het even niet zien, laat het dan voor ons allen geen ramp wezen. Laten we ons gewoon voortbewegen in de stroom die zich thans bij ons allen aanbiedt. Laat de stroom van het leven zelf ons leiden. En mogen wij, terwijl wij meestromen, zoeken om hierin ons evenwicht en onze vrede te bewaren. Onszelf overgeven. Geloven, vertrouwen
dat wat er ook voorvalt nu op dit moment, dat alles goed is. Het vraagt moed. Het vraagt vertrouwen om dit tot onszelf te kunnen zeggen. Om vanuit deze woorden te kunnen leven. En aartsengel Jeremia maakt het even wat helder voor ons allen, door ons de boodschap mee te geven. Alles gebeurt precies zoals het bedoeld is, met verborgen zegeningen die je weldra zult begrijpen. En zo voel je meteen dat we nu op dit moment het volledige plaatje nog niet kunnen zien. Maar dat we binnenkort de zegeningen van dit alles wat we thans doormaken, zullen mogen ontdekken, zullen kunnen zien, waarvoor we misschien heel dankbaar zullen wezen dat we deze bijzondere tijd hebben meegemaakt en om te kunnen zien en vaststellen waartoe het ons geleid en gebracht heeft. Als ik even kijk naar de vier kaartjes, dan zou ik kort durven samenvatten. Probeer jezelf niet te verliezen in datgene wat er zich bij je aanbiedt. Probeer jouw balans te vinden in de bewegingen die je thans ervaart in je leven. Deze vrede kun je het best vinden wanneer je je centreert en naar binnen keert binnen jezelf. En van daaruit, vanuit die basis van vrede, ga je voelen hoe je het best kan beantwoorden aan de stroming die zich thans bij jou openbaart. Als ook hoe deze stroming kan samenvloeien met datgene wat jij zelf wenst en verlangt. En dit alles vanuit een gedachte, een zekerheid, een geruststelling liever, dat je mag horen dat alles goed is, zoals het thans is. Dit alles goed zijn helpt ons om met een ruimere blik te gaan kijken, om dieper te gaan kijken, om voorbij de oppervlakte van de dingen die gebeuren te gaan kijken, om de onderliggende stroom op te merken binnen in ons leven. Maak je niet te veel zorgen. Probeer rust te vinden. Ook bidden, vragen, spreken met het universum, in communicatie treden met onze engelen, gidsen, lichtwezens, opgestegen meesters, met onze voorouders, kan ons helpen doorheen deze fase. Mag je in deze week rust vinden, die zo belangrijk is om je goed te voelen, om je zalig te voelen, om gemakkelijk doorheen de veranderingen te bewegen. Mag je liefde voelen, harmonie en een geruststelling, dat je in dit proces niet alleen staat, maar vastgehouden wordt, omringd wordt, gedragen wordt, gekoesterd. Geloof in jezelf, lieve mens. Je bent sterker dan je denkt. En samen, met ons allen, samen met Moeder Aarde, met planten, met dieren, met ons allemaal, en met hulp en leiding van de onzichtbare wereld, die onze zichtbare wereld omringt
en waarmee eigenlijk samen één groot geheel gevormd wordt, hebben we vertrouwen in dit alles. Geven we onszelf over en laten we onszelf in vrede leiden naar het nieuwe die op ons wacht. Ik wens je een fantastische week, liever. En graag tot een volgende keer. Vind je het leuk? Denk eraan om mij te steunen met een vind ik leuk. En je kunt ook altijd gratis abonneren. Zo word je op de hoogte gehouden van elke video die verschijnt. Ik dank je alvast graag voor jouw aanwezigheid, de tijd die je samen met mij hebt gedeeld. En ik zeg dan graag tot u allen in het grootste respect. Namaste. Mag vrede zijn met jullie en jullie rust geven doorheen deze verandering.